onze wekelijkse preek en bijeenkomst. Vandaag gaan we weer bij een nieuw Bijbelboek beginnen. We hebben vorige keer Colossense dan eindelijk afgesloten. En hebben toch mogen ervaren en zien wat dan eigenlijk een hele mooie brief dat geweest is van Paulus. Waarin Christus eigenlijk zo centraal staat als in geen ander brief eigenlijk. Zoveel benamingen hebben we daar kunnen zien. Hij is degene die voor de schepping was. En hij is degene die de verzoening tot stand gebracht heeft. En ja, zo staat er een heel rijtje van op te noemen zijn. Vandaag willen we met Galaten gaan beginnen. Een boek, een brief van 6 hoofdstukken. En Paulus heeft de brief aan de Galaten geschreven om ze te berispen en terug te brengen naar de rechtvaardiging die alleen door het geloof is en niet door de wet. Paulus heeft het evangelie aan de Galaten verkondigd. Dat is aan de, ja, hij schrijft ook aan de gemeenten, hè? Dat zie je staan in, even kijken, ja, in vers 2, aan de gemeenten van Galatië. En Galatië is een streek. Er waren vele gemeenten, dus het is niet echt gericht aan één plaatselijke gemeente. Galatië is geen stad, is een streek. En hij schrijft de brief omdat waar hij verkondigd was en weer weg, waar hij dit verkondigd had en weer weggegaan was, zijn er mensen gekomen die hun weer wilden terugbrengen naar de wet. Ja, wie zijn dat geweest? Dat waren natuurlijk de Joden. En zo zien wij dat nu ook, overal waar wij dit evangelie verkondigen. En we zeggen het is uit genade door het geloof alleen. Weinig mensen willen het accepteren. Ze willen eigenlijk wel Gods woord, uit Gods woord leven. Maar altijd vanuit Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Wat heeft te maken met de wet. Want Christus is onder de wet geweest. We hebben het net ook gezongen. Ja, hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Dus wil jij Christus navolgen, zoals we nu ook vaak horen, dan spreken ze over de Heer Jezus die op aarde liep en die zich helemaal onderwierp aan de wet van God, de wet van Mozes. Want wat zei hij tegen de Joden? Luister naar de Farizeeën, de schriftgeleerden, want zij zitten op de stoel van Mozes. Alleen, doet niet naar hun werken. Je moet niet doen wat zij doen, want ze doen het niet. Maar wat ze zeggen, wat ze leren vanuit de wet, is goed. Nou, Paulus heeft een andere boodschap. Want de middelmuur des afscheidsels, dat is de wet, met al zijn inzettingen, die is afgebroken. Dus tussen de Jood en de heiden is geen verschil meer. En de laatste tijd, of de laatste keer dat Van Dof ook mogen horen, dat hij ook vertelt hoe Joden denken, hè? Dat zijn wij natuurlijk niet gewend. Dat een heiden is natuurlijk echt, dat is ook helemaal niks. Die hebben God niet. Het gaat om de Jood op de eerste plaats, Israël. Want zij hebben een roeping om de zegen naar de wereld te brengen. Maar we weten allemaal, dat het programma van God is met Israël is op het ogenblik, dat draait nu niet. En daarom is die apostel Paulus geroepen. Nou, als je naar Galaten kijkt, Galaten is bijvoorbeeld een beeld van nu, als je, er werd eigenlijk niks veranderd. Als je nu naar de kerkelijke wereld kijkt, Galaten is een brief die handelt over het verlaten van de leer. Ja, de verkeerde leer. Met andere woorden, terug naar de wet. Ja, en daarom schrijft hij ook een brief op poten naar de Galaten. Hij is eigenlijk heel kort en bondig. Hij kondigt zich aan, Paulus een apostel, en gelijk geroepen van mensen, nog door de mens, maar door Jezus Christus, God en Vader. Ik ben niet zomaar iemand. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Ja, van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Als je even in het kort dat even nagaat, of doorbladeren in Galaten. Dus hij geeft eigenlijk in Galaten, begint hij met dat evangelie. Ze hebben, kijk maar in vers 6. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkt van degene die u in de geraden van Christus geroepen heeft. Nou, wie was dat? Dat was Paulus. Ze zijn afgeweken van het evangelie wat Paulus verkondigd heeft.
heel snel al. Dan gaat hij dat verder verkondigen dat hij heeft het niet zomaar gekregen, maar hij heeft het door openbaring van de Heer Jezus Christus ontvangen. Dus hij verkondigt ook wat ik verkondig, dat heeft het is een goddelijke boodschap, het is van God rechtstreeks afkomstig. Dan zie je in handeling, of in Galaten 2 eigenlijk, dat hij vertelt, dan komt hij bij Jeruzalem, omdat er werd verteld, ze moesten besneden worden. Dus Paulus gaat naar Jeruzalem om te vertellen dat dat niet kan. Dus hij heeft het evangelie heeft hij verdedigd. Hij zegt, ik heb geen uur geweken. Ze vielen mij op allerlei punten aan, maar ik ben blijven staan. Nou, dat kunnen we ook op onszelf betrekken, ja? Als wij dit evangelie vertellen. Je zegt wat en we krijgen altijd tegenwerping. Het zij over de 10 geboden, of je moet 10% geven, of je moet vergeving vragen. Er komt van alles op je af, ja? En we moeten staan blijven. En daarom zegt Paulus ook, je moet de wapenrusting aantrekken. Dat is echt nodig. De wapenrusting betekent, je moet het woord, het zwaard van de geest is het woord, en het schild is geloofs hanteren. Dat is ook heel belangrijk, willen wij staande blijven, dat we die wapenrusting aantrekken, maar dat we ook geworteld en gegrondvest zijn in het woord. Ja? Opdat wij anders niet heen en weer bewogen worden. Spreekt Paulus ook over. Maar je ziet ook, als je in Galaten 2 kijkt, waar staat dat? In vers 6. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanig zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Zie je dus dat de leiders, dat wil je aan de Galaten laten zien, en dat waren Petrus, Jacobus, Johannes, hebben Paulus niks opgelegd. En ze hebben ook niks toegevoegd of niks. Ze hebben uiteindelijk erkend dat wat Paulus vertelde, inderdaad, dat hebben ze erkend. Ze hebben hem de hand gegeven. Dat Paulus ging met het evangelie van de besnijdenis, van de voorhuid, naar de heidenen toe. Dat hebben ze erkend. En dan zie je ook, dat laat je ook in de Galaten, dat gaan we allemaal natuurlijk nog wel zien, maar ook in Galaten 2, dat Petrus heeft hij ook in het openbaar bestraft. En dat zegt hij niet voor niks tegen de gelaten, want die wilde onder de wet zijn. Hij zegt, zelfs Petrus, ja, die was een verkondiger. Voor de besnijdenis heb ik in het openbaar berispt. Zeg, hij heeft mij de hand gegeven. En later werd hij bang voor Jacobus en trok hij zich terug. Zelfs dat Barnabas werd meegetrokken door hun veinzing. Zelfs Barnabas, die met hem meegegaan was. Dat is wel geweest, dat op een gegeven moment Paulus ziet dat ook Barnabas zijn, die met hem meegegaan was, die hem ook heeft geïntroduceerd in Antiochië, zelfs die werd afgetrokken. Zo ernstig was het. Heeft hij opgetreden, moet nagaan, in het openbaar heeft hij Petrus, ja, het hoofd van de 12 apostelen, heeft hij openbaar berispt. Waarom? Opdat de waarheid van het evangelie bij ons zal blijven. En uiteindelijk heeft Petrus ook geschreven later, de geliefde broeder Paulus tegen de Joden. Ja? Dus hij heeft ook de zachtmoedigheid gehad om te buigen voor dat woord. Goed, en dan gaan we naar Galaten 3. Dan spreekt hij heel... Oh ja, en in Galaten 2 spreekt hij dan ook over. Dus dat de mens heel duidelijk, en dat heeft Petrus, heeft hij tegen Petrus ook gezegd, nogmaals, wordt niet uit de werken de wet gerechtvaardigd, maar alleen door het geloof. En onze identificatie is in Christus. Wij zijn met hem gekruisigd. En alleen hij geeft ons het nieuwe leven. En niet de wet. En in Galaten 3 behandelt hij dat de mens heeft dus de geest ontvangen alleen, louter alleen, door de prediking van het geloof en niet door de wet. Niemand ontvangt de geest door de wet. Veel mensen kunnen misschien elke week de wet horen, maar niet één ontvangt de geest. Niemand. Joachim? Niemand. Die alleen maar hoort wat je wel en niet moet doen. Zo ontvang je de geest niet. Hoe ontvang je de geest? Dat is door het geloof in de Heer Jezus Christus, die stierf voor je zonde en is opgestaan. Dat is de prediking van het geloof, Ruben. Dat is de prediking van het geloof. En dan zegt Paulus, zo hebben jullie de geest ontvangen en niet uit al die werken van de wet. Dus hij gaat constant bewijzen dat het is alleen uit geloof, door uit genade en niet door de werken de wet. En dat de Joden die
En zo ook natuurlijk nu reformatorische leerlingen terug willen allemaal naar de wet. En naar Abraham, de Joden natuurlijk ook, die gaan terug, wij zijn van Abraham. En Paulus zegt, oké, maar wij hebben het geloof van Abraham. Daarin stemmen wij overeen. En Abraham was een zaad beloofd, niet zaden, maar een zaad, Christus. En in Christus zal de hele wereld gezegend worden. Nou, dat klopt. Dat is zowel in de tijd van het koninkrijk, als in de tijd van genade. En Abraham geloofde God. En dat geloof, ja, in die zin is hij ook onze vader. Gewoon geloven God op zijn woord. Nou, uiteindelijk dan zie je dat hij verder in... Uiteindelijk dat wij, als we even verder gaan naar Galaten 5, dan zegt hij ook, staat in de vrijheid. Ja? En laat je geen juk opleggen. Want de wet, dat is een juk. Zeker nu, wij kunnen dat gewoon niet dragen. En straks, als Israël weer in profetie weer gaat werken, dan ontvangen zij de geest, de heilige geest die geprofeteerd was, en dan zien wij wat er in Handelingen 2 gebeurt. Dan zijn ze, daarvan bovenmate, van bovenaf, zeg maar, boven natuurlijk, worden ze helemaal bestuurd. Ik zou niet zeggen, je bent net een koor op afstandsbediening, maar dan zijn zij boven natuurlijk in staat om de dingen van God te doen. Wij hebben nu veel, wij, Paulus zegt nu, wordt vervuld met de geest, ja? En het is nu de geest die ons kracht geeft om in onze dagelijks leven de zonde te overwinnen. Ja? En om naar Gods leven, Gods wil te leven. En dat doen wij door middel van het bestuderen van Gods woord. Zo worden wij vervuld van Gods geest. Nou, en de wet, dat werkt op ons vlees. Maar de geest, ja, die werkt in onze geest. Ja? En dan zegt hij ook, in Galaten 5, dat wij hebben nu de vrucht van de geest. Nou, en dat kan de wet in ons nooit bewerken. Kijk maar, 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, maligheid. Tegen de zodanig is de wet niet. Nee, want de wet is voor de onrechtvaardigen. Ja? Maar de wet, die kan dit nooit in ons bewerken. Want de vrucht van de wet is in feite... Nou, kijk maar daarvoor. Vijandschappen, twisten, toorn, kijf, ketterijen. Dat is het werk van het vlees. En de wet werkt op ons vlees. Ja? Die werkt op ons vlees. Joachim, die zegt dus, je moet dat en dat doen. Dan doe je het niet. Doe goed. Nou, doe niet goed. Dat heb ik vaker ook als met de kinderen gehad. Dan dacht ik, nou weet je wat, ik zeg het tegenovergestelde. Dus ik wil iets dat hij moet doen. Dan zeg ik niet dat hij moet doen. Dan zeg ik, nou doe maar niet. En dan ging ze het wel doen. Ja? Omdat ons vlees, die duldt geen autoriteit boven zich. Ja, want ik ben mijn eigen autoriteit. Ik ben mijn eigen God. En dat is met Adam en Eva precies hetzelfde. Ja, die wilde gewoon het hele verhaal. Komt eigenlijk hierop neer. Ze wilden het gewoon zelf uitmaken. En niet God erbij nodig hebben. En zo willen wij het precies allemaal precies hetzelfde. Ja? Nou, en dan zien we in Romein, of in Galaten 6. Dan spreekt hij over dat wij moeten ook anders lasten dragen. En kijk. En het is nu zo, wij zijn nu, wij hebben de bediening van de geest. God woont in ons en de vrucht van de geest is liefde. Want de wet wordt toch in één ding vervuld, hè? Dat is dat wij hebt elkander lief. Heb God de lief en heb elkander liefde. En zo wordt de ganse wet vervuld. Maar de wet, als je onder de wet wil leven, dan ben je niet met liefde bezig. Dan ben je alleen met jezelf bezig en niet met de ander. Maar nu zijn wij in staat om ook elkanders last te dragen. Ik kan de liefde hebben met een broederlijke liefde. En dan ook goed te doen met elkaar aan elkander. En als laatste eindigt die brief dan ook, dus even een klein overzicht, dat uiteindelijk de kracht zit namelijk niet in de rituelen, niet in dingen te doen, maar kijk in vers 15, 6 vers 15,
in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Daar ligt onze kracht, gelaten, daar ligt jullie kracht. Alleen in Christus te zijn en te leven als een nieuw schepsel. En een nieuw schepsel, dat is datgene wat wij nu zijn. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Ja? Dan moet je ook leven naar de regels van een nieuw schepsel. Nee, een nieuwe schepping. Niet naar het oude. Dat is eigenlijk heel simpel. Joachim, als je een computer koopt, die we nu hebben staan, hè? Het nieuwste van het nieuwste. Gebruik je nu, werk je nu op dezelfde manier als op de computer van, ja, zoals Harry die had in zijn kantoor, dat oude ding. Dat was niet eens een 286, ik weet niet wat het was. Daar kan je niet meer mee werken, ja? En als je dat wel doet, dan crasht de hele boel. Nee, we wandelen nu naar de openbaring die God nu gegeven heeft voor ons. En daar ligt de kracht. En dan werkt alles. En anders niet. Goed, nou laten we naar Galaten 1 gaan. Galaten 1 vers 1. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. Ja, Paulus, een apostel. Ja, dit is, hij begint zijn brief met Paulus. En hij is niet zomaar Paulus, hij is een apostel van de Heer Jezus Christus, die door hem geroepen is en gezonden is naar de heidenen. Dat weten we. Ja? Galaten 2 vers 7 en 9, laten we eens lezen. Dan is hij dus bij de gemeente in Jeruzalem. Maar daarentegen, toen zij zagen, ja, dat wil zeggen, ze hadden het door. Ze hadden opeens, wat zeggen we, het kwartje is gevallen, ja. Ze zagen dat aan mij het evangelie der vooruit toe betrouwd was. En dat was natuurlijk niet makkelijk. Galaten 2 vers 7, Joachim. Dat was niet makkelijk. Net zo moeilijk als het voor Ananias was om bij Petrus, dat God zegt, ik stuur je naar Paulus toe, om hem de hand op te leggen en hem weerziende te maken. Had Ananias echt niet zo zin in het begin, hoor. Want toen zei hij ook tegen hem, tegen God zei hij van, ja, maar ja, u weet toch, hij heeft de gemeente, volgt dit en dat. Nee, God zegt, je moet erheen. En toen zei hij tegen Saulus, toen al Saulus, Saulus, broeder. Nou, dat zal best wel wat moeite gekost hebben om dat te zeggen. Ja, het was altijd een vijand die je kon overleveren om in de gevangenis te gooien. Het kon je dood kosten. Zo was het voor Petrus, Jacobus, Johannes, al die Joden, om te zien dat het evangelie van God nu naar de heiden was geweest, naar de honden, en dat ze nu opeens op hetzelfde niveau zaten. Er is heel wat zachtmoedigheid voor nodig om dat te zien en om het te erkennen. Ja, dat kan alleen God in je doen. Dat wil zeggen, dat is de zachtmoedigheid, dat is buigen voor Gods woord. Nou, en als je het dan ziet, dan moet je het ook doen, dan moet je het erkennen. En heel veel mensen nu, verkondigen wij het evangelie, ze zien het, maar ze erkennen het niet. Ik ben ervan overtuigd. Het is de waarheid, het is Gods geest wat de mensen overtuigt. En om de waarheid kan niemand heen. Dat kan niet. Ik bedoel, 1 plus 1 is 2, dat weten we. Er valt niks aan te ontkennen. Ja? Rachel, 1 plus 1 is 2. Dat is gewoon zo, dat weet je. Nou, en dit is nog veel erger, want dat is een waarheid. Maar dit is de waarheid van Gods woord. En de overheden en de machten komen in opstand als je deze waarheid verkondigt. En wie gehoorzaam je? Kies heden wie gij dienen zult. Daar kan je niet omheen, want de Heer Jezus zegt ook in Johannes 7, geloof ik dat, laat eens even kijken. Johannes 7. Johannes 7, ja, vers 17. Heel belangrijk punt dit. Johannes 7 vers 16 en 17.
Jezus antwoordde hun en zeide... Oh, wacht, nee, laten we 15 ook lezen. Kijk. De Joden... 7 vers 15, ja. De Joden verwonderden zich, zeggende... Hoe weet deze de schriften daar hij ze niet geleerd heeft? Daar worden wij ook van... Als je vertelt dat je bijvoorbeeld de Bijbelstudies geeft... Of dat we hier zo nou, een gemeente hebben met elkaar, of dat je... Als ik toch ook vertel aan de vragen, dan vertel je, nou goed, we doen Bijbelstudies en nou, soms een preek. En dan denk ik, ja, maar je hebt er toch niet voor geleerd. Hè? Je bent niet naar een theologische opleiding geweest. Dus dat is niks. En hier zegt die farisee het ook. Hoe weet deze schrift dat hij ze niet geleerd heeft? Dat kan toch niet waar zijn? Maar Jezus antwoordde hun en zeide, mijn leer is de mijne niet, maar degene die mij gezonden heeft. Die is van God, ja? Zo iemand wil, dus zelfs wil doen, dus zoals iemand dus het verlangen heeft om de wil van God te doen, ja? Die zal van deze leer bekennen of zij uit God is, of ik van mijzelf spreek. De Heer Jezus gaf altijd de eer aan Vader, aan de Vader. Hij zei, ik kom in de naam van de Vader. Hij koppelde het altijd weer terug naar de Vader. Altijd. Die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Ja? Maar ziet, maar die de eer zoekt, degene die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Dus als iemand de wil van God wil doen, ja? Als hij dat verlangen heeft. En hij wordt geconfronteerd... met de waarheid, met zijn wil voor deze tijd, dan weet hij als hij het hoort, dat het van God is. Dat dit van deze tijd is. Dat weet hij nu. Kijk, en dat zien we ook, toen ze het zagen, Petrus, Jacobus en Johannes zagen het, het is van God, het klopt. En toen hebben ze hem erkend. Toen hebben ze hem de rechterhand de gemeenschap gegeven. En dat zie je nu in deze tijd. Dat gebeurt heel vaak niet. Kijk maar hier. We zitten nog met een klein clubje. Maar hoeveel mensen hebben wij niet verteld over dit evangelie? Toch? Of boekjes gestuurd? Nou, zat. Zat. Ze zagen het. Maar geloof niet. Ik heb deze tekst, Galaten 2 vers 7, verteld over aan een broeder in het Sassenheim een keer. En ik heb hem voorgelezen. Het evangelie van de vooruit. En het Petrus van de besnijdenis. Duidelijk uitgelegd. Het zijn twee evangelies. En ik zag echt, hij zat het te lezen, ik zag echt de raderen die draaiden op volle toeren, dat hij dacht, wat gebeurt hier, ja? Dat hij zag het. En weet je wat hij zei? Geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Hij zag het staan, ik geloof het al niet. Dat kon hij, dat wou hij gewoon niet aannemen. Met alles wat hij inmiddels al wist. Dan zie je op een gegeven moment, boem, jongens. Er gebeurt iets, dat wil ik helemaal niet. Dat wil ik helemaal niet. Dus, daar krijgen wij ook mee te maken. Helaas. Maar Paulus is dus duidelijk een apostel van de Heer Jezus Christus. En niet zomaar, hij was niet een van de 12, hij is gezonden naar de heidenen. En het is inderdaad, als je kijkt naar de Bijbel, hè, de hele Bijbel... gaat eigenlijk over Israël. Vanaf Genesis 12. Dat Abraham werd geroepen. En daarvoor niet. Dus zeg maar Genesis 1 tot en met 11. Weten we niks over Israël. En dan gaan we door. Naar Malachi, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Handelingen. Gaat over de val van Israël. Nou, en dan krijg je. Een paar brieven van Paulus. Dat gaat over Jood en Heiden. Op hetzelfde niveau. Maar het is aan de Heiden. Hij is de apostel van de Heidenen, ja? En daarna is hij allemaal in Israël. Dus het is al heel bijzonder. Dit stukje gaat speciaal. Is de bedeling der genade. Met een apostel voor de heidenen. Dus nu. In deze tijd. Nou, Paulus is mee naar deze wereld gestuurd. Opdat hij. Naar de heidenen zou gaan. En dat is natuurlijk inclusief. De Joden. Want we moeten goed begrijpen. Dat hij zo over de heidenen spreekt, dat zijn de volken. Maar we spreken natuurlijk over individuen.
En Paulus, of Israël, als we het over Petrus, Jacobus en Johannes spreken, die spreken we over dat het volk, een volk, tot bekering moet komen. Nou, dat is niet gebeurd. Dat gaat straks wel gebeuren. De ongeloven zullen afvallen en dan houden we een volk over, de kleine kudde, vol, dat zijn de schapen, gelovige schapen, met de Heer Jezus als de herder, de goede herder. Maar nu, dit evangelie is voor de hele wereld, voor personen individueel. Ja? Dus dat is de Jood en de heiden. Goed, Efeze 2 vers 12. Daar zien we nog even de heidenen, Efeze 2 vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. 2 vers 11. En die vooruit genaamd werd door degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Besnijdenis die met handen geschiet. Dat gij, heidenen, ja, jullie, hier, Nederlanders, in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls. Dus wij zitten hier in Nederland. En we hebben ver weg Israël. Maar hier zitten we zonder Christus. Want de God was met het volk Israël. Vervreemd van het burgerschap Israëls, inderdaad. Vreemdelingen van de verbonden, geen verbonden, geen beloftes, niks. Geen hoop hebbende, zonder God in deze wereld, Joachim. En zoveel, zo leven de mensen nu ook. Je ziet een heleboel dingen uit het heidendom, die we eigenlijk, nou ja, 10 jaar geleden of 20, 30 jaar geleden helemaal niet zag. Maar die komen nu allemaal weer naar boven. Ja? Je ziet dat piercing, tatoeages, al die verminkingen van het lichaam, al dat soort dingen. Allerlei godsdiensten. Occulte dingen, die bloeien nu als nooit tevoren. Weet je, dat komt omdat het tegenwicht is weg. Mensen gingen naar de kerk, dan heb ik het even niet over rechtsnijden of niet. Hè, of onder genade of onder de wet. Maar de mensen, die gingen naar de kerk. Oké, ze wilden misschien dan onder de wet zijn. Maar toch bood het een tegenwicht, want het had zijn invloed op de maatschappij. En ze dachten God te behagen, we weten, dat kan niet, maar... Maar nu zie je ook dat zelfs verlaten wordt. Nou, dat is net een weegschaal. Dus het ene wordt verlaten, het andere komt op. Nou, dat zie je. Dus er is een vacuüm ontstaan. En dat wordt weer opgezogen, ja, door al die andere dingen. Al die dingen uit heidendom zien nu gebeuren. Nou, dat gebeurt zonder God in de wereld. De mensen hebben geen hoop. En de dingen worden vervuld met allerlei andere dingen. Het is natuurlijk prachtig. Computers. Computerbeurs. Ik vind het ook mooi als ik die blaadjes lees. He, of vliegtuigen. Je kan ze gek niet bedingen. Nou, we hebben allemaal onze leuke dingen. Ja? En zo proberen de mensen de leegte of dat vacuüm in hun leven te vullen. Maar het blijft geen hoop hebbende. Ze hebben geen hoop. Het is korte termijn denken. Korte termijn denken. Het is nu... Omdat we moeten nu eten en drinken, want straks is het afgelopen. En zo leeft de mens die zonder God is. Zo leeft de mens die zonder God is. Nou kijk, dan gaan we terug naar Galaten. 1 vers 3. En daar zegt hij. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk... De verklaring van God naar de mensen in deze tijd, naar de hele wereld. Het is nu nog geen God die op het punt staat om oorlog te voeren met de mensen vanwege de zonde. Ja, het is nu niet onder de wet en hij is nog steeds een God van genade. Het is nog steeds de bedeling der genade in deze tijd dat ieder mens... eeuwig leven kan krijgen en kan recht komen te staan met God. Dus dit is een niet zozeer van, nou ja, mogen maar genade en vrede in jullie leven zijn, dit leven, wat hier staat, wat hier, als een soort groet aan jou. Nee, het is de houding van God nu in deze tijd. Ja? De God van genade, het is nu nog steeds, wij leven onder Gods genade, de hele wereld.
de heidenen, de joden, de gelovigen, de ongelovigen en de vrede. En dat, die bedeling der genade, ja, die is straks voorbij. En dan is het geen genade en vrede meer. Want dan zal hij gaan toornen over deze wereld en deze wereld gaan oordelen. En dan is het niet meer genade en vrede. Dat is afgelopen. Goed. Paulus een apostel. Geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader. Ja. Een apostel, veel mensen die gooien dat ook in de war natuurlijk. Paulus was een apostel. We weten, een apostel van de Heer Jezus Christus moest aan een voorwaarde voldoen. Ga met mij naar Handelingen 1 vers 22. En nu komen we op een heel interessant punt. 1 vers 22. Judas, die was natuurlijk... Die had zichzelf zelfmoord gepleegd. En dan moest natuurlijk, omdat Israël heeft 12 stammen, moest die open plaats ingevuld worden. Maar dat was dan nodig. Kijk, in vers 21. Dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons is in en uit gegaan. Beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is. Eén dezelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. Dus de voorwaarde was vanaf de doop van Johannes, dat de Heer Jezus zeg maar gedoopt werd, moest degene die de nieuwe apostel was, die in de plaats van Judas kwam, moest meegegaan zijn met de Heer Jezus, getuige geweest ook zijn van zijn opstanding zijn geweest. Dus vanaf begin tot en met het eind moest hij erbij geweest zijn. Dus ze plukte niet zomaar iemand van straat die eigenlijk de Heer Jezus misschien een keertje had gezien, maar verder niet. Nee, vanaf het begin af aan tot aan het eind moest hij erbij zijn geweest. Nou, dat was dus Paulus niet. Heel veel mensen denken, nou, dat was Paulus. Die zijn er die dat denken. Paulus was een van de apostelen van de 12, maar dat was hij niet. Want hij komt helemaal niet in het rijtje voor. Maar hij is ook niet getuige geweest van zijn opstanding. Maar nou komen op een punt dat je zegt, waar was Paulus toen de Heer Jezus op aarde liep? Ik heb altijd gedacht, nou, die zat in Tarsus. Maar toch geloof ik niet dat het waar is. Ga maar mee naar Handelingen 22. Wat was Paulus voor een man? Paulus. 22 vers 3, sorry. Die verdedigt zich. Hij wordt gevangen genomen in Jeruzalem. En moet je nagaan. De hele stad was in oproer. Was ongelooflijk. En hij gaat zich verdedigen. En dan zegt hij in vers 3, ik ben een Joods man. En te Tarsus in Sicilië geboren. Nou, dat weten we. Hij was in Sicilië geboren, ja. Wat zeg ik dan? Oh, Sicilië, nee. Cilicië geboren, ja. En dan, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen. In welke stad is hij opgevoed? Tarsus. Ik geloof het niet. In Jeruzalem gaan we zo te zien. Aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze de vaderlijke wet zijn in ijver aan Gods gelijke wijze gij allen heden zijt. Gamaliel was een hele bekende leraar geweest. Dus hij heeft aan de voeten gezeten. Weet je, Martha en Maria zaten ook aan de voeten van de Heer Jezus. Tenminste, eentje van die twee. Maria. En wat is dat? Als je aan iemands voeten zit. Ze zeggen ook al eens, ze hingen aan zijn lippen. Ja, wat wil dat zeggen, David? Je wil alles weten, je wil het horen. Zoals Paulus ook. Die was iemand die wilde de God dienen. Ja, hij was een ijveraar. En hij dacht God te behagen. Daarom heeft hij de gemeente zo vervolgd. Nou, hij was vurig van geest, ja.
Hij deed alles wat hij dacht dat hij moest doen. Hij meende ook werkelijk dat hij vele vijandige dingen moest doen tegen de gelovigen van de gemeente. Hij dacht God daarmee te behagen, plezier te doen. Oké, hij is dus aan de voeten van Gamaliel onderwezen. Dus hij was op en top, werd hij in de wet onderwezen. Dan gaan we mee naar Handelingen 23 vers 6. Nou, dan moet hij zich weer verweren. Voor de hoge priester staat hij, Ananias. En hij staat voor de raad. En dan zegt hij in vers 6. Paulus weet dat het ene deel was van de Sadduceeën en het andere van de Farizeeën, riep in de raad, mannen broeders, ik ben een Farizeeër. Een Farizeeërs zoon, ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld. Dit is die tekst, Harry, van hij is de zoon van de Farizeeën. Ja? Dus hij had een Joodse vader. Die was dus een Farizeeër. Maar hij was zelf ook een Farizeeër, ja? En hij is daar opgevoed. En nou gaan we het volgende zien. Handelingen 26 vers 4 en 5. Hoe 26 vers 4 en 5, ja zeker. Dat was het religieus centrum, ja? En nou hier zie je het. Handelingen 26 vers 4 en 5. Daar staat hij voor Agrippa. Moet hij zich weer verantwoorden. En dan zegt hij, mijn leven dan. En wat staat daar? Van de jonkheid aan. Het welk van het begin onder mijn volk te Jeruzalem geweest is. Weten al de Joden. Gamaliel kende hem. De Farizeeën en Sadduceeën die hem beschuldigden. Die kenden hem. Ja? Die hem nu. Hij was eerst hun medestrijder geweest. En nou stond hij tegenover hen. Ze weten het allemaal. En hij is van zo'n jonkheid af. Is hij te Jeruzalem geweest? Ja. Nou krijgen we natuurlijk een hele interessante vraag. Ja? Waar was hij toen? Waar was hij toen de Heer Jezus was? Nou, gaan we met me mee naar Exodus 23. Exodus 23. Vers 14 en 15. Daar moesten de mannen in Israël aan voldoen. En de vrouw mocht ook mee. Maar de man moest in ieder geval. Exodus 23, vers 14 en 15. Drie reizen in het jaar zult gij mij feest houden. Het feest van de ongezuurde broden zult gij houden. Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. Gelijk u geboden hebt, de bestemde tijd in de maand Abib. Want in dezelfde tijd zijt gij uit Egypte getogen, doch men zal niet leden voor mijn aangezicht verschijnen. Nou, dat is één feest. Wat is het feest van de ongezuurde broden? Nee? Dat is met Pascha. Ja? Wanneer werd Jezus gekruisigd? Met Pascha. Ja? Niet op dat feest, zeggen ze. Dus de avond of de dag ervoor in ieder geval. Maar met Pascha was heel Jeruzalem vol, want al die Joodse mannen waren in Jeruzalem, waar of niet? Toch? En zeker de Farizeeën. Dus mijn overtuiging is dat Paulus ook in Jeruzalem was. Die moet geweten hebben dat hij gekruisigd is geweest. Dat heeft hij gezien. Hij is in ieder geval in Jeruzalem geweest. Van de jonkheid af aan. En waren de Farizeeën. En de mensen moesten allemaal met Pascha in Jeruzalem zijn. Nou, wat dacht je dan een Farizeeën? Paulus, zo'n vurig man. Ja, op het top een Farizeeën. Een Hebreeër uit Hebreeër, uit stam Benjamin. Na de wet, een ijveraar van God, ja? Op en top. Crème de la crème, zou ik zeggen. Hij is de crème de la crème van de Farizeeërs. Dacht je dat hij niet in Jeruzalem was? Met Pascha? Tuurlijk was hij daar. Alleen, nou komt het punt. Heeft hij de Heer Jezus gezien, zegt hij. Ik heb hem als ontijdig geboren gezien. Een apostel van de Heer Jezus, van die 12. Die moest de Heer Jezus gezien hebben in zijn opstanding, ja? Dat hebben we net gezien, daar moest hij aan voldoen. Ah, daar was hij niet bij. Ga maar bij mij naar 1 Korinthe 15. Nee, 1 Korinthe 15. Twee andere feesten.
Ja, er waren nog andere feesten. Bekerfeest en Loofhuttefeest. Goed gedaan, ja, klopt. 1 Korinthe 15. Vers 8. Of laat ik zo zeggen, vanaf vers 4 lees ik. 1 Korinthe 15 vers 4. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt de derde dagen na de schriften. En dat hij is van Kefas gezien. Dan heeft hij het over de opstanding, ja? Hij is van Kefas gezien. Daarna door de twaalven. Eerst aan Petrus, ja? Petrus die hem verraden heeft. Of niet verraden heeft, maar die hem verloochend heeft, ja? 3 keer. Dat zal een ontmoeting geweest zijn, ja? Dat hij eerst persoonlijk ging, Heer Jezus, naar Petrus toe. Daarna aan de twaalven. En daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Van welke het merendeel nog over is. En sommigen zijn ook ontslapen. Het merendeel is nog over, sommigen zijn ontslapen. Van ook Korinthe hebt hij dan. En daarna is hij gezien van Jacobus. Daarna van al de apostelen. En dan ten laatste van allen is hij ook van mij als een ontijdig geborene gezien. Ja. En waar spreekt hij dan over? Over de Heer Jezus Christus. Die aan hem verschenen is, nadat hij was opgevaren in de hemel. Zittende ter rechterhand Gods. En toen Israël het niet accepteerde, is hij naar Paulus gegaan en is Paulus bekeerd, ja? En Paulus die zag niks meer. Paulus heeft de Heere Jezus in zijn verheerlijkte verschijning al gezien, eigenlijk voordat hij tot geloof kwam. Wij zullen hem pas zien, Joachim. Ik ben nu al gelovig. De geest woont nu in mij. Ik ben nu al uit God geboren. Ja toch? Jullie ook. Maar wij zien hem pas straks. Een kind wat geboren wordt. Hij wordt eerst geboren. En dan zit hij het licht. Ja? Hij komt eerst uit de moederschoot. En dan zit hij het licht. Dat is met ons ook zo. Maar Paulus zag het licht al. Voordat hij geboren werd. Zo moet je dat zien. En toen heeft hij de Heer Jezus in zijn opstandingsverschijning gezien, in zijn verheerlijkte lichaam. Maar hij was er niet bij, dat zie je hier ook niet staan. Hij was niet getuige van de opstanding op aarde. Daar was hij niet bij. Dat waren alleen de apostelen. Dat waren alleen de gelovigen. En Paulus was toen absoluut niet gelovig. Helemaal niet. Heeft Paulus wel de kruis gezien? Ja, dat kan ik niet zeggen. Maar ik weet één ding. Heel Jeruzalem liep om. Het was één grote chaos vanwege de Heer Jezus Christus. Ja? En het verlangen was van de Farizeeën natuurlijk. Die hebben ook, en de Sadduceeën, die hebben het boel allemaal opgestookt. En dat was rechtszaam met Pilatus en met Herodes, noem maar op. Dus alles was in beroering. Dus de Farizeeën waren daar volop bij betrokken. Kijk, dit is wat ik leer, wat ik geloof. Maar in ieder geval gaan we even verder. En dan gaan we naar 2 Korinthe 5 vers 16. 2 Korinthe 5 vers 16. Kijk, nou zegt hij ook, en daarom kon hij het ook van zichzelf zeggen, zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Dus er waren de velen die waren, hebben de Heer Jezus in levende lijven gezien. Hij zegt, maar die Christus, ook al heb je hem nog gekend en gezien, zo kennen wij hem nu niet meer. Maar wij kennen hem nu naar de geest. Dat wil zeggen, Christus in de hemelse positie, in zijn verheerlijkte lichaam, die met een andere boodschap is teruggekomen naar de wezenwereld om het aan mij te openbaren. Dus heel plat gezegd, wat hij toen op aarde gezegd heeft, moet je niet meer naar luisteren. Ook al heb je hem gezien. Nu niet meer. Nu niet meer. Voor mij, ik vond het interessant en Oké, doe ermee wat je wilt, zou ik zeggen. Maar voor mij is het een Is het een ontdekking om te zien dat hij toch, hij was natuurlijk echt de fariseer op het top wat ik net zei, crème de la crème. En het was een ondenkbaar dat een fariseer zoon, of een fariseer zelf, hij was een fariseer, onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Zo vurig was om Gods wil te doen.
Dat hij niet op Pascha aanwezig was. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dan zou hij de wet overtreden. Ja? En het is niet lang. Paulus is al vrij snel op ten tonele verschenen. Want de Heer Jezus, of weet het, de Pinkster was. Nou, dat was 50 dagen na de... Dat was 50ste dag, ja? 50 dagen na wat? Naar Pascha, ja. Nou, Israël nam het niet aan. Nou, hoe lang heeft dat geduurd? Ook niet al te lang. En toen werd steeds Stefanus gestenigd en Paulus stond erbij. Handelingen 7, kijk maar. Handelingen 7. Daar stond hij ook bij. Dat is de eerste keer dat hij genoemd wordt. 7 vers 57. Maar zij roepende met grote stemmen. Ja, en wie zijn zij? De hoge priester. En dan de fariseeën natuurlijk die erbij waren. Stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan. En wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. Zie je, dus hij was nog jong. Jongeling staat. Maar hij was er. Hij was daar. Ja? En hij stemde daarin toe. Dat zegt hij later ook. En als ze omgebracht werden, stemde ik daarin toe. Goed. De geroepen apostel Paulus, zegt Galaten 1 vers 1. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, nog door mensen. Oké, gaan we mee naar Marcus 3. Spitten het vandaag een beetje uit met Paulus. Marcus 3. Vers 13 en 14. En de Heer Jezus die klom op de berg en riep tot zich die hij wilde. En zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12 opdat zij met hem zouden zijn. En opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken. Hier zie je dat hij kiest dus 12 apostelen. Waarom? Opdat hij ze zou uitzenden om te prediken. Nou, en waar zendt hij ze naar uit? We zitten nou toch in Marcus. Gaan we mee naar Marcus 16. Marcus 16 vers 15. Dus hij heeft die 12 discipelen geroepen. Ja? Uitgekozen. Waarom? Om ze uit te zenden om het evangelie te gaan prediken. Nou, dat is duidelijk. Dat weten we. Een apostel wordt gezonden. Gaat heen in de hele wereld. Predikt het evangelie aan alle creaturen. Nou, dat is wel duidelijk. Joachim, dat wordt... Hij moet het, wat is een creatuur? Je hebt Engels op school. Creature. Ja. Aan alle schepselen. Dat zijn alle mensen dus. Hij zegt dus, hier zendt hij ze uit. Ja, hij zendt ze uit. Hij heeft ze geroepen. En nou zendt hij ze uit om te prediken aan alle creaturen. En hier gaan heel veel mensen de mist in. Want die denken dat nu nog steeds dat dit voor ons geldt. Ja? Nou jongens, we moeten het evangelie over de hele wereld. Maar hij spreekt hier helemaal niet over het genade-evangelie. Ja? Het lichaam van Christus is hier helemaal niet in orde. Maar het evangelie van het... Wat heb ik gezegd van de week? Het evangelie van genade hebben we. En het evangelie van... Het... Koninkrijk. Had je nog nooit van gehoord, zei je. Nu heb je het wel gehoord. Maar nu hoort het voor de tweede keer. Het is het evangelie van het koninkrijk van God op aarde. En dat evangelie moesten gaan verkondigen in de hele wereld. Maar niet eerder, gaan we mee naar handeling 1 vers 8, volgens een bepaalde volgorde. Volgens een bepaalde volgorde. Handeling 1 vers 8. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Dus je gaat niet eerder aan het werk voordat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Nou, kijk naar je om ons heen. Hoeveel mensen zijn hier aan het werk voor God? Zonder de Heilige Geest?
Gigantisch veel. Ik ook. Hiervoor. Ik ging ook naar de kerk. Ik deed ook van alles. Maar ik bezat Gods geest helemaal niet. Ik deed van alles om God te behagen. Maar ik had zijn geest niet. En wie de geest van God niet heeft, die behoort hem niet toe. Je moet de geest hebben. En dan gaan we pas prediken. En niet eerst prediken zonder de geest. Dat kan niet. Dus zij moest ook wachten. Hij wacht. Kijk maar, hij zegt ook in